komt een einde aan de regeerperiode van een van de markantste voorzitters uit het betaalde voetbal. De heer Jan Smit heeft op 10 januari op de nieuwjaarsreceptie van Heracles bekendgemaakt dat hij zal stoppen als voorzitter van de Almeloze club. Jan Smit is sinds 1998 het boegbeeld, maar ook de langst zittende voorzitter van Heracles. Onder zijn leiding groeide de club uit tot een stabiele eredivisievereniging met een prachtig vernieuwd stadion, het Polmanstadion. Vandaag praten we met de Ommenaar Jan Smit, locatie Hotel De Zon. Fijn Jan Smit dat je vanmiddag even tijd wilt nemen voor Vechtal Leeft, voor je afscheidstournee zoals je dat noemt. Het zal een hele drukke periode voor je zijn. Ja, ik ben altijd wel druk, maar op dit moment ben je, ja, kennelijk is er toch nieuws. Je wordt overal voor gevraagd en iedereen wil weten waarom en hoe. En dat hoort er kennelijk gewoon bij, dus ik ben de laatste sinds mijn aankondiging dat ik ermee ophield na 19 jaar, ben ik veel op pad. Ik wil je graag enkele dilemma's voorleggen waar je dus voor kunt kiezen. En je mag straks ook een reactie geven of dat even toelichten. Eerste dilemma is Ommen of Almelo? Beide. Het klinkt flauw, maar ja, Almelo ben ik geboren en getogen. Maar toen ik hier in Ommen kwam in 1973, volgens mij, 72. Dat is inmiddels 40 jaar geleden. Toen dacht ik ga nog een keer weer terug naar Almelo. Maar dat zit er niet in. Ik blijf in Ommen wonen. Dus eigenlijk is het Ommen. Bornestraat of Polmanstadion? Ja, de Bornse Straat is zoveel nostalgische gevoelens bij mij. Daar ging ik als kleine jongen naar de voetbal. En nu het Polmanstadion. De Bornse Straat is verleden tijd, dus ik kies voor het Polmanstadion. Nou. Deurwaarder of voorzitter? Ja, ook weer zo'n hele moeilijke. Ik heb er vreselijk veel plezier in mijn kantoor in Ommen opgebouwd. De Groenenbergstad was eenmanskantoor aan de Stationsweg nummer 10. En ik ben toen eerst naar de Middenstraat gegaan en toen naar de Bouwstraat. En uiteindelijk ook alleen begonnen met één assistent. En we zijn uiteindelijk geëindigd als grootste deurwaarderskantoor van Nederland met 55 man toen ik het verkocht. En toen zijn we later weer eigenlijk opnieuw begonnen met Willem Legerbeke. En dat is nu weer wordt voortgezet door Erwin Makkinga en Thomas van Wijngaarden. Dus het kantoor bestaat gelukkig nog steeds. Ja. Maar het is nou een beetje afgesplitst van mijn oude kantoor. Een redder of een bouwer? Ja, ik ben een bouwer. Ja. Dat heb ik ook wel gezien met de golfbaan in Ommen. Dat heeft mij heel veel hartzeer gekost. Maar uiteindelijk is het er toch van gekomen. En nu is iedereen er blij mee dat de golfbaan in Ommen is. Een keuze uit 4 hoogtepunten uit je carrière. Het halen van de bekerfinale 2011-2012... Kampioen Eerste Divisie 20 mei 2005. Spelen van Europees Voetbal 2016. Of Sportploeg van Overijssel 2016. Nou, dat is heel makkelijk. Dat is 20 mei 2005. Kampioenschap naar de Eredivisie. Dat was absoluut het hoogtepunt. Vanaf dat moment hoorde je er echt bij in Nederland wat betreft het voetbal. Johan Derksen of René van der Gijp? Johan Derksen. Kunstgras of golfbaangras? Golfbaangras is het mooiste op de green. Herman Vinkes of Ilse de Lange? Herman Vinkes. Evert van Bentum of Henk Angenet? Evert van Bentum. Een ouderwetse voorzitter of een moderne directeur? Nee, ik ben echt een ouderwetse voorzitter, maar ik ben de laatste die onbezoldigd daarin werkzaam is. Maar ik ben ook de enige die nooit zal verkassen van de ene club naar de andere. Een bestuurslid die hoort bij de club. Laatste dilemma. Welk afscheid valt jou het moeilijkste? Het afscheid als deurwaarder? Het afscheid als voorzitter van de golfclub Hoge Graven? Of als voorzitter van Heracles? Dat deurwaarderschap na 45 jaar was heel moeilijk. Golfbaan was iets makkelijker. En dit valt me tot nu toe ook nog wel mee. Het is net toch wel een klein beetje dat de last van je schouders, verantwoordelijkheid van je afvalt. Ik vond uiteindelijk dat deurwaarder zijn, dat heeft zo'n
indruk op mijn privéleven ook gehad. Ik gaf dan toch wel het deurwaarderschap het moeilijkste was. Het dilemma om een Almelo gaf nogal wat problemen. Ja, ik ben natuurlijk geboren en getogen daar. Daar hebben mijn opa gewoond en mijn hele familie. En mijn broer die woont daar nog, Kees met tuinmeubelen. En die is daar ook nog steeds druk, dus ik kom heel veel in Almelo. Maar een heleboel mensen weten dat niet, maar ik heb mijn hele jeugd in Ommen doorgebracht, althans de vakanties. Mijn grootouders, opa en oma, die waren eigenlijk de eerste vakantiegangers met een huisje in Ommen, vlakbij de stuw, bij Timmerman. En daar, laten we zeggen, daar zat ik de 2 maanden per jaar. Mijn grootouders die brachten daar de hele zomer door. En daar zat ik ook bijna altijd. In de jaren 50 was je dus al eigenlijk op pad, dus met opa en met vader naar Heracles. Wat was je eerste kennismaking met Heracles? Ja, nou ja, ook Almelo die ging vroeger naar de voetbal. En dat was gewoon zo in die tijd. Maar nogmaals, Ommen, ik kan me nog goed herinneren, er liep een weg voor het oude gemeentehuis hier langs. En daar was de markt ook. En dus we gingen met de roeiboot van de stuw in Vulster, gingen we hier naartoe. En dinsdags naar de markt. Stond zo'n man met bananen te verkopen. En dat, als je dan voor haar ging staan als kleine jongen van een jaar of 8, 9. Dan kreeg je nu dan zo'n banaan in je mond geduwd en dat vond je heerlijk. Ja. Dat oude stadion aan de Bornestraat, dat had ook wel een bepaalde charme, hè? Ja, daar zaten vroeger de rijke textielbaronnen. En als de rest van het publiek zat gewoon om het veld heen of die stond op de staantribunes. Jouw periode begon dus 1998. Je noemde jezelf dus een bouwer. Hoe stond Heracles er toen voor in 1998? Ja, we stonden onderaan in de eerste divisie met nauwelijks 800-900 man op de tribune in de weekenden. En de meeste mensen zeiden, begin daar nou niet aan, dat is dorp, trek aan een dood paard. Maar dat zijn ze in Ommen ook, toen ik met de golfbaan wou beginnen, dat lukt je nooit. En ook toen ik met de deurwaarderskantoor begon, zei iedereen van, joh, wat moet je nou in Ommen met de deurwaarderskantoor? En toen zei ik al van, nou, dat zullen we wel zien. Ja. Als je als ondernemer tegen je zeggen van, dat lukt je nooit, dan krijg je als ondernemer zoveel kracht en dan ga je juist verder. Ja. De ex-trainer en ook je vriend Gert-Jan Verbeek heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Het was eigenlijk een wisselwerking, hè? Ja, met Gert-Jan Verbeek heb ik nog wekelijks contact. En ik ga nu met de fiets, kan ik weer naar hem toe. Even Blokhut, of eigenlijk wel een beetje meer, min of meer, toch wel een redelijke woning. In Dalfsen. Hij kwam van Heerenveen. Hij was gepokt en gemazeld. En jullie hebben eigenlijk samen met andere bestuursleden natuurlijk Heracles geprofessionaliseerd. Ja, dat is het juist. Je krijgt nou als voorzitter zoveel credits, maar het is absoluut het werk van het totale bestuur. En er zitten heel weinig wisselingen in het bestuur. We zitten allemaal heel lang. Iedereen heeft zijn eigen taak daarin. Mijn opvolger nu wordt Hans Bredewoont, die is onze huidige penningmeester. En dan Wim Samson uit Den Ham. Je ziet, die komt dat toch een beetje allemaal uit deze, die doet de commerciële zaken. En Dinant de Braak, dat is de notaris in Nijverdal. Hij woont wel in Almelo, een notariskantoor in Nijverdal. Die doet veiligheidszaken en de stadionzaken. En Hans Scholbach, dat is de man die de supporterszaken doet. Echt het team wat het mij heeft gemaakt. Ja. En Hoogma wordt straks natuurlijk het klankbord, hè? Nico-Jan Hoogma, daar zijn we mee kampioen geworden. Zeer bekende voetballer. Zijn zoon voetbalt nu in het eerste bij ons. Hij kwam van HSV, daar zijn we in 2005 kampioen mee geworden. Nog een jaar met hem gespeeld in de Eredivisie. En toen is hij algemeen directeur bij ons geworden en toen direct directeur. Toen je voorzitter werd, wat was nu eigenlijk je speerpunt? Het bouwen van een nieuw stadion of de promotie van Heracles? Of misschien wel beide? Ze waren toen al begonnen met het bouwen van het stadion. Dat is gebeurd onder mijn voorganger, dat was Jos Hoeben. De burgemeester van Tubbergen, later is hij volgens mij burgemeester van Raalte geworden. En die hadden dat allemaal al in werking gezet. Dus mijn doelstelling was Heracles terugbrengen naar de Eredivisie. Ja. Een paar uitspraken van prominente Nederlanders, onder andere Johan Derksen, die je dus onlangs ook nog bent tegengekomen. Hij deed de uitspraak, al die voorzitters en directeuren van tegenwoordig, die zouden een tijdje stage moeten lopen bij Jan Smit. Jan Smit is het boegbeeld, een van de laatste van de Mohicanen. Hij is een klassieke voorzitter die met zijn vertrek definitief is uitgestorven. Dat is toch een mooie kwalificatie? Ja, die kan ik uitziepen en inlijsten en boven mijn bed hangen. Ja, ja.
Maar je moet oppassen dat je nou niet naast je schoenen gaat lopen. Nee. Ik ben maar gewoon een onderdeel in het totale gebeuren geweest. Ja. En daar heb ik heel veel plezier aan beleefd. Het was echt je hobby. Ja, absoluut. Ja. Iets over de trainer. Hè? Je hebt altijd een goede hand gehad bij het aanstellen van een nieuwe trainer. Is dat intuïtie? Of is dat een samenspel van technisch en zakelijk inzicht? Ja, dat is niet alleen hier, maar je moet altijd zorgen dat je sterke mensen om je heen verzamelt. Als je een ondernemer bent en die haalt alleen maar ja-knikkers binnen, dan win je de oorlog niet mee. Je moet altijd een beetje weerstand krijgen, je moet discussie hebben. En ook op mijn deurwaarderskantoor heb ik altijd gelukkig kans gezien om goede mensen om me heen te verzamelen. Ja. De laatste uitspraak van een van de trainers, Frits Korbach, misschien wel de meest kleurrijke trainer van Heracles. Jan Smit die is zo zuinig, wanneer hij huilt, dan huilt hij met één oog. Ja, dat is typisch, maar dat is een aureool wat je ook niet moet ontkennen, die zuinigheid. Maar ik zeg altijd, zuinig zijn, dat is wat anders dan dat je een hekel hebt aan onnodig geld uitgeven. En dat laatste, als het bedoelt dat ik een hekel heb aan onnodig geld uitgeven, dan ben ik inderdaad zuinig. Ja. Een paar uitspraken van Jan Smit in de media. Je zei onder andere, mijn gevoel zei, ga maar door. Maar mijn verstand zei, nee, het is tijd voor een nieuwe generatie. Ja, als je heel leven lang op je gevoel afgaat. Ik doe wel veel dingen intuïtief. Ja, ik vind dat je op een bepaald moment, als je 19 jaar hebt gedaan, dan moet je een keer goed na gaan denken. Van wordt het niet eens een keer tijd voor iemand anders? En die beslissing heb ik genomen. Ja. Je zei onder andere ook, het thuisfront drong erop aan. Ja, mijn vrouw die zegt van, maar ik voel het zelf ook al een beetje. Elk weekend staat in het teken van de voetbal. Dat ze zegt van, nou, oké, wordt het nou niet eens een keer tijd om wat anders te gaan doen. Wij mogen naast om heel graag naar het concertgebouw gaan in Amsterdam of naar Vlieland. Of een keer een leuke buitenlandse reis of wat met de kleinkinderen doen. En die tijd gaat nou komen. Iemand vroeg ooit aan jou, waar haal je toch de tijd vandaan, Jan Smit? Hoe kun je zoveel tijd besteden aan Heracles, aan je beroep als deurwaarder en nog zoveel andere nevenactiviteiten? Weet je het antwoord nog? Als je zin hebt, kun je ook altijd tijd maken. Je zei toen, ik mijd verjaardagen, ik mijd visites en ik mijd feestjes. Ja, dat klopt. De afgelopen week was ik jarig, maar ik heb ook helemaal niks aan gedaan. Ik zat 's avonds lekker thuis bij mijn vrouw en mijn zoon. Die ook in Ommen woont, die de kunsthandel heeft. En mijn kleinzoon zat ik met z'n vieren naar de televisie te kijken. Dus ik ga niet naar verjaardagen toe. Nee. En ik vier mijn eigen verjaardag gewoon niet. Maar toch nog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Kom je nou straks wat vaker bij de familie en bij kennissen en vrienden? Nou, ik denk het niet. Okay. 2014. Zat je in het sportcafé bij OZC samen met de ex-burgemeester Bernard Kobus. Toen werd er een vraag gesteld over de fusie tussen OZC en OVC. Dat leefde toen min of meer. Gaf ook een heel verrassend antwoord. Ja, ik vind nog steeds, nou zitten ze nog steeds bonje te maken over allerlei kleine futiliteiten. En nou is de jeugd wel weer samen of ook weer niet helemaal samen en zo. Ik vind het eigenlijk, misschien zeg ik nou iets heel verkeerds en trap ik een heleboel mensen op de tenen. Ik vind het te veel typisch Ommen. Of dat nou destijds nog, of de kerkelijke achtergrond daar nog allemaal mee te maken heeft. Ik weet het niet, maar ik vind het zo verschrikkelijk jammer. Dat je twee van die mooie voetbalclubs hier hebt, als die samen gaan. Dan kan dat zoveel beter, want dat kan niet meer in deze tijd. Ja. Je kunt het allemaal leuk en aardig, maar ook de kerken zijn samen gegaan. Dus je zei erbij, door te fuseren is 1-1 niet 2, maar 3. Dus dat heeft duidelijke meerwaarde. Ja, absoluut. Dus ik begrijp nog steeds niet waar ze over zitten, de bekvechten. Ja. Een uitspraak van 5 jaar geleden, 2012. Ik hoef geen standbeeld en niemand hoeft mij te bedanken, want het is alleen maar mijn hobby geweest. Daar sta je nog steeds achter. Ja. Hoe zie je het afscheid straks? Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik heb geen idee, daar ga ik niet over. En ze zullen ongetwijfeld, denk ik, wat ik gehoord heb, een of andere receptie gaan organiseren. En dan zie ik het wel. Je hebt natuurlijk in die 19 jaar tijd heel veel relaties en opgebouwd. En ook vrienden gekregen binnen de voetbalwereld. Dus als je ziet hoeveel reacties ik wel die heb gehad nadat ik ben afgetreden van scheidsrechters, van voorzitters, van oud-directeuren, van oud-collega-gerechtsdeurwaarders. Ja, dat is enorm. Ja.
kun je eigenlijk wel weg? Je hebt nog maar net je vertrek aangekondigd. Of Heracles verliest 2 keer op rij. FC Groningen, FC Twente. Ik denk niet dat het zou niet goed zijn. Ik denk niet dat er een oorzakelijk verband is. En als we zondag of zaterdag, we blijven optimistisch van PSV winnen, dan is dat fabeltje ook, ook de wereld uit. Ja. Wat ga je na de zomervakantie doen? Ik ga, ik ben binnen in mijn bedrijf in Assen, de Bontewerven. Dan zijn we nu net begonnen met uitbreiding met 80 hotelkamers. Er komt een nieuwe congreshallen bij, daar zijn we zelf druk bezig. Ga ik me ietsjes meer mee inlaten, meer bemoeien. Bemoeien is verkeerd woord. In Ommen zijn we begonnen boven te staan wat appartementen te bouwen. Een keer vaker op vakantie. Ik ga nou met 2 kleinzoons van mij naar Real Madrid, Barcelona. Allemaal van dat soort leuke dingen. Mooi. Ook nog tijd voor andere sportieve bezigheden. Want we weten van jou dus dat jij dus een goede schaatser bent. Je hebt 2 keer de Elfstedentocht gereden. Je bent een goede golfer. Korfbal en basketbal waren vroeger toch ook favoriet. Wielrennen, wandelen doe je graag. Is daar straks genoeg tijd voor? Ik denk dat ik inderdaad meer ga wielrennen, meer ga mountainbiken. Ik reed gisteren langs, of ik wandelde gistermiddag langs de ijsbaan en om. En er lag alleen de grote ronde baan, laten we zeggen, of de ovale baan, die was dicht. Dat was een redelijk stukje gemaakt waar je wel op en neer kon, bij wijze van spreken. Heb ik nog even overwogen om daar te gaan schaatsen. Als de grote baan open was geweest, was ik gegaan. En ik ben nou met mevrouw doorgelopen en we zijn naar huis gegaan. Ja, maar je gaat zeker genieten. Absoluut. Ja. Jan Smit, we wensen jou een heel fijn afscheid. Straks eind juni, neem ik aan. En een hele goede toekomst. Het zal eind mei worden. Want in juni heeft iedereen in de voetbalwereld vakantie. Want 1 juli begint het weer. De maand juni is ook heel raar. Ik denk dat het ongeveer 10 mei de laatste wedstrijd is. 14 mei. En dan heb je nog play-off wedstrijden. En dan is het in de maand juni is heel voetbal in Nederland zit op Ibiza of Mallorca of weet ik het allemaal. Ja. Eind mei is voor mij af, formeel 1 juli, maar eigenlijk het werkbare gedeelte is eind mei afgelopen. Dan is het definitief. Ja. Okay. Dankjewel Jan voor dit interview. Graag gedaan. Ja. Voor de zeer belangrijke wedstrijd Heracles PSV van vanavond praten we vooraf met de heer Hoogma, algemeen directeur van Heracles. Als er iemand is die Jan Smit kent, dan ben jij het wel, neem ik aan. Wat was je eerste kennismaking met Jan Smit? De eerste kennismaking was als speler, toen ik nog bij HSV in Duitsland speelde. En spraken wij over een overgang, dat was in 2004, voor een mogelijke overgang naar Heracles. Zou je Jan Smit willen typeren? Het is een hele markante persoonlijke, markante man. Eerlijk, oprecht, emotioneel, enorm betrokken bij de club. Daar doet hij echt alles voor. En een hele prettige persoonlijkheid om mee samen te werken. Hoe zou jij hem willen typeren? Ja, ik heb hem leren kennen als een fantastisch mens. En dat is ook de reden waarom ik hier af en toe nog eens terugkom. Ik moet heel veel kilometers rijden om hier te zijn. Maar ik heb het wel over om Jan Smit hier een plezier mee te doen. En ja, hij heeft mij altijd gesteund in alle dingen die ik gedaan heb hier bij Heracles. En ja, ik kan hem gewoon typeren als een fantastisch mens. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik heb er alleen maar respect voor. Een van de uitspraken die ik deze week las is: het wordt stil hier straks in het stadion, Polman. Nu Jan Smit niet meer aanwezig is. Ja, dat kan wel gebeuren, denk ik. Zoals ik hem ken. Hij is wel een heel gevige supporter ook van Heracles. Dus, en zeker als voorzitter. Als hij dan hier niet meer zal zijn als voorzitter dan. Hij zal hier wel zijn als supporter. Dan zal er wel veel veranderen. Maar ik denk dat Jan Smit Heracles blijft totdat hij sterft. In de businessroom van Heracles praten wij met 2 Ommenaren. Rita Brinks en Gerrit van Elburg. We maken een portret dus van Jan Smit. Wat was jullie eerste kennismaking met Jan Smit? Dat zou ik van jou graag willen weten, Rita. Eerste kennismaking met Jan Smit was... Mijn zus werkte bij de deurwaarder en ze hadden nog iemand nodig. En hoe was dat bij jou, Gerrit? Ik speelde met Jan Smit bij de Blokkers, de basketbalvereniging. En na een wedstrijd... kwam daar naar voren dat
Jan Smit ook nog iemand zocht op kantoor. Herman Mulman maakte toen ook nog deel uit van de Blokkers. Ja. En die zei tegen mij van, Gerrit, ik zal jouw naam laten vallen bij Jan Smit. En zo is het gekomen en inmiddels 40 jaar werkzaam bij Jan Smit. De slotvraag, Gerrit en Rita. Wat zouden jullie Jan Smit willen toewensen? Jan Smit is een man die het niet graag over zijn leeftijd heeft. Dus ik zal zijn leeftijd ook niet noemen. Maar ik wens hem, nu hij weggaat bij Heracles, wens ik hem nog heel veel leuke jaren toe. Zowel privé als zakelijk. Rita? Ik wens hem alle geluk van de wereld. Dankjewel.